het staat nu vast, geregistreerd. Oh. Hoe we de naam bekend gaan maken. Hallo en welkom bij deze extra video. Ik had eerst niet in gedachten om deze video te gaan maken, maar er was best wel veel vraag naar. En we hebben eigenlijk nog helemaal niks gezegd over de naam. Behalve dat we één keer hebben gezegd dat we het echt totaal niet wisten. Nou, in de tussentijd zijn we natuurlijk heel veel namen afgegaan. En ook heel erg veel discussies over gehad. Want we waren het niet altijd eens. Eigenlijk bij alle, denk ik. Eigenlijk waren we het nooit eens. Okay. Maar goed, dit is dus de bedoeling. We gaan nu de namen opnoemen. 10 namen, 10 jongensnamen die het niet zijn geworden. Niet. Dus hij zit er niet bij. Maar we vinden ze wel, of de een of de ander, vinden ze wel superleuk. Oké, we hebben 2 apps waar de namen in staan. We hebben onze Wonderlist, trouwens een hele leuke app. Wonderlist, daar kan je namelijk lijstjes in delen. Dus daar hadden Bart en ik een lijstje in gedeeld met alle namen. En daar moest hij dan af en toe naar kijken. En daar staat ook heel groot bij, geheim houden. Dus daar ga ik eerst even in kijken. En dan haal ik die even weg. Eén tip van mij is, als je de naam al weet, bedenk dan een andere naam hoe je eigenlijk je babytje in de buik de hele tijd gaat noemen. Want anders is het super moeilijk om het voor je te houden. Want op een dag, als je gewoon gewend bent geraakt om met z'n drieën steeds die naam te zeggen, dan verspreek je je. Hebben wij gewoon. Ja, goed. Ja, kan gebeuren. We gaan ze vertellen. Onze 10 leukste jongensnaam. Wij wilden er wel rekening mee houden dat het een beetje bij Yola paste. Ja, ik wilde dat het kort was. Jij wou dat het kort was en het moest bij Bart's achternaam passen. Ja. Mijn eerste voorkeur was Javi. Dat vond ik heel mooi bij Yola passen. Yola en Javi. En ik vond het apart en kort. Maar Bart vond het niet leuk. Nee. Toe. Yari. Yari. Javi, Yari, ja, het lijkt heel erg op elkaar. Maar Yari vond ik ook heel erg leuk en bijzonder. Jaar, Jol en Jaar. Yola en Yari. Ja, ik vond het leuk. Maar ook die vond Bart weer niet leuk. Ja, Bart vond eigenlijk gewoon heel veel niet leuk. Echt heel jammer. Ja, ja. Mooie naam wel van een jongen. Ja. Jevi. Dus niet Levi, wat iedereen altijd heeft, maar Jevi. Yola en Jevi. Jeffy? Duke. Mijn broertje Duke. Die heet Duke. En dat vind ik echt een mega leuke naam. Maar dan schrijf je D-U-K-E. Maar ik vond het niet leuk om precies dezelfde naam als mijn broertje te kiezen. Dus ik had bedacht Duke. D-U-U-K. En die vind ik nog steeds super leuk. Vond Bart ook niet leuk. Scott. 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 Ja. Vond ik wel leuk. Leuk. Leuke naam. En dan Kik. Kik. Ja, zo noemen we hem eigenlijk nog steeds wel eens, hè? Ja, maar. Omdat hij zo schopt. Maar het ruimt er. Ja, dat ruimt ergens op. Ha, 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 ha. Ha, 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 nee. Piep. Kik. Sam. Sam, die vond ik leuk. Ja, die vond Yola heel leuk. Alleen, ik vond hem te veel voorkomen. En dan eentje, Boes, die had mijn moeder bedacht. Die vond ik ook heel erg leuk. Ja. B-U-Z. Mijn zusje die heet ook Loes met L-U-Z. En zij vond Boes, B-U-Z, een leuke, korte, originele naam. En daar was ik het wel mee eens. Maar Bart vond het te veel lijken op Boes van een drankje. En de laatste. Juno. Juno. You know. You know. You know. You know. Hallo, you. You know. You know. You know. Ik vind het eigenlijk leuk. Alleen, het is meer van you know. You know. You know. You know. Oh, we vergeten nog een naam. Ik had nog een naam, die staat er niet meer in. Sommige namen heb ik er trouwens ook wel uitgehaald, omdat ze gewoon out of the question waren. Ik vond Storm heel leuk. Nee, met Storm moest Bart denken aan Penosa. Aan iemand die erin speelt. Dat is zo jammer. Soms dan moet je echt met namen echt denken aan iemand anders. En dan valt hij al af. Dat hadden we met heel veel namen eigenlijk. Hè? Als het trouwens een meisje was geworden, dan... Nee, zeg ik toch niet? You never know. You never know, joh. Dan zou het Sarah zijn. Ja, Sarah. Nee, maar dan had ik een hele mooie naam in gedachten. En die had ik ook echt gewoon, daar had ik echt niet van afgeweken. Het was gewoon een naam van Bart. Je hebt het maar te accepteren, ja. Want dat was gewoon mijn droomnaam. Maar ja, toen werd het een jongetje. En toen moesten we gaan brainstormen. Wel, we zijn wel heel erg blij dat het een jongetje wordt, hè?
Ja. Heel erg blij. Oranje. Ja. Er zit ook een hele niet leuke voordeel in. En wat dan? Nou, daar heb jij alleen last van, want jij doet het voor schoon. Nou ja, gaat ook soms doen hoor. Oh, is het zo? Ja, een part, hoor. Nee, ik zorg dat de voeding erin komt. En jullie zorgen voor de voeding die eruit komt. Goed, deal? Ja, deal. Oké, nou het staat nu vast, geregistreerd. Oh. Misschien leuk om nog even op in te spelen waar mijn naam en Yola's naam vandaan komt. Ik heet dus Disna en mijn naam komt eigenlijk, ik zeg altijd, van een creatieve moeder. Maar mijn overgrootoma, die heette Dina. Dat is een oud-Hollandse naam, Dina. Ja, die heette Dies. En die werd Dies genoemd. Ja, oh ja, Dies genoemd. Dies genoemd. En toen heeft mijn moeder er weer Dies naam van gemaakt. En Yola, ik vond Lola heel leuk, maar dat kwam echt al een beetje te veel voor. En toen ontmoette ik een meisje uit Indonesië, ergens op een bruiloft. En die heette Yola met een Grieks ei. En toen dachten ik en Yola de vader van, wauw, het lijkt ons wel leuk om er dan Yola van te maken. Met een J. En zo kwamen we op Yola. En dan Dexie's naam. Dexie komt van Dexter. En Dexter, dat was een serie die ik met Bart helemaal af heb gekeken, alle seizoenen, toen wij elkaar net leren kennen. En in die periode heb ik Dexie ook bij ons gekregen. Dus vandaar. Jullie zullen je misschien ook wel afvragen hoe we de naam bekend gaan maken. Ja, ja. Nou, we gaan de naam bekend maken gewoon oldschool na de bevalling pas. Dus niet ervoor of zo. En we willen heel graag natuurlijk dat onze vrienden en familie en zo dat allemaal eerst weten. Dan een weekje daarna, wanneer we de bevallingsvideo online zetten, dan komt daar de naam bij natuurlijk. Op dat plaatje wat je ziet als je hem aanklikt, zo. De naam. Maar hij krijgt twee namen. Het is de eerste en zijn tweede naam. Sorry, doei. Nog één dingetje. Ja? Yeah. Die fotograaf gaat het in zwart-wit doen. Ja, dat is wel heel belangrijk om te weten. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie weer in een nieuwe vlog morgen. Dikke duim omhoog. En abonneer hier beneden. En het is gratis. Dag! Rock that joint.